Welkom allemaal in de balie. Welkom allemaal hier in de zaal. En ook voor de kijkers thuis die meekijken via de livestream bij het programma Hoe stop je een pandemie? Mijn naam is Dara Toxus, ik ben programmamaker bij de balie en ik ben vanavond jullie gespreksleider. En dit programma is georganiseerd door mijn collega Rogaya Sek in samenwerking met Artsen zonder Grenzen. En begin dit jaar in januari hadden zij het idee om een programma te maken over hoe goed je voorbereid kan zijn op een pandemie. Totdat er daadwerkelijk een pandemie op ons afkwam en dit programma helaas niet door kon gaan. Nu de grootste coronapiek in Nederland voorbij lijkt te zijn, willen we graag terugblikken en vooruitkijken. We blikken terug op de afgelopen periode met mensen die met hun poten in de modder hebben gestaan, die in een ziekenhuis hebben gewerkt, op de IC hebben gestaan. Hoe waren de afgelopen maanden voor hen? En we kijken vooruit met directeur van Artsen zonder Grenzen, Nelke Manders, en met Tweede Kamerlid van de PvdA, Lilianne Ploemen. Hoe gaan we zorgen voor meer internationale samenwerking bij de bestrijding van besmettelijke ziektes en specifiek COVID-19? Dat gaan we doen in twee gesprekstafels. En ik wil heel graag de gasten aan de eerste tafel welkom heten. Naast mij Alwin IJzinga, verpleegkundige hoofd IC voor volwassenen aan het Amsterdam UMC. En aan mijn andere kant Jim Smithuis, anesthesioloog, intensivist in opleiding. En tegenover mij Jetske Dunker, werkzaam bij Artsen zonder Grenzen. Welkom, alle drie. Dankjewel. Alwin, om even met jou te beginnen. Ik zei net, de coronapiek lijkt voorbij. De patiënten op de IC, die dalen. We zitten hier weer gezellig met z'n allen in de balie. Sommige mensen kunnen het woord pandemie al bijna niet meer horen. Waarom is het eigenlijk belangrijk om het te hebben over hoe je een pandemie stopt? Dat heeft eigenlijk alles te maken met wat we de afgelopen maanden hebben beleefd in Nederland. In de ziekenhuizen, maar ook op alle andere plekken waar natuurlijk COVID-19 een belangrijke rol heeft gespeeld. En zeker ook als je ziet hoeveel moeite het ons heeft gekost om de stroom patiënten aan te kunnen. De impact die het heeft gehad, niet alleen op de intensive care zorg, maar ook op de reguliere zorg. Dus het is zeker belangrijk, ook met de lessen die we daaruit hebben geleerd, dat we goed voorbereid zijn op het moment dat we toch weer een piek krijgen. Dan wel dat COVID-19, zeker zolang we geen vaccin hebben, toch onder ons zal zijn. En dat er patiënten zullen blijven komen. En gebleken is dat onze capaciteit onvoldoende was. En wij hadden ons wel wat beter kunnen voorbereiden ten opzichte van de landen om ons heen. Als je denkt aan Italië, als je kijkt naar China. Maar toch zijn we ook overvallen. Ja, we gaan het zo meer hebben over die lessen die we dan die we moeten leren. Ook natuurlijk wat je op de vloer hebt meegemaakt. En even naar Jetske, want jij bent hier vanavond, maar er was ook een grote kans dat je eigenlijk op een vlucht naar Bangladesh zou gaan om daar te helpen bij het bestrijden van COVID-19. Hoe zit dat? Waarom ben je hier wel? Nou ja, zoals iedereen weet is het een beetje lastig op het moment om visa's en grenzen over te gaan en om vliegtuigen te regelen. Dus dat is iets wat op dit moment heel erg moeilijk is. En dat is natuurlijk niet alleen voor de COVID. Dat is hetzelfde als hier in Nederland. Is dat er natuurlijk ook heel veel andere ziektes en andere dingen spelen in andere landen. Waar nu ook geen behandeling, want ook medicatie en alles is vrij moeizaam om daar te krijgen. Dat is natuurlijk ook gewoon allemaal hartstikke nodig. En dat is echt heel lastig op het moment. En heb je enig zicht op wanneer je wel daarheen zou kunnen gaan? Nee. Nee, dus gewoon afwachten. Ja. En Jim, ik zei net anesthesioloog en intensivist. Wat doe je dan als je dat bent? Als anesthesioloog hou je voornamelijk bezig met narcose rondom de operaties. En het stabiel houden van de patiënt en alle vitale parameters. En als je eenmaal die specialisatie hebt, dan kun je door leren voor intensivist. En dan werk je op de intensive care en daar is Nederland nu wel bekend mee, denk ik. Ja, en dat heb jij afgelopen maanden gedaan. Maar hoe kun je een beetje vertellen hoe zo'n werkdag er voor jou uitzag? Ja, het begon natuurlijk met het vreemde aspect dat je van tevoren nadacht over ik moet genoeg eten, drinken en plassen en de tweede boodschap doen. Omdat je dat de rest van de dag niet meer kan. Omdat je vervolgens, je kreeg één pauze, maar je zat wel 4 uur of 4,5 uur in isolatie. Dus dat was al een vrij nieuwe ervaring. Vervolgens trek je met z'n allen zo'n pak aan en dan ga je de IC op. En eigenlijk vindt er dan een soort routine plaats die altijd plaatsvindt. Namelijk dat je alle patiënten overgedragen krijgt over hoe de toestand van die patiënt is. Alleen is het nu totaal anders, want
de diagnose is elke keer hetzelfde. Alleen de toestand van de patiënten is verschillend onderling. En normaal heb je natuurlijk een breed scala aan ziektebeelden. En nu hoor je 21 keer de diagnose COVID-19. En hoe was het als je denkt aan die piekdagen voor jou dan? Hoe voelde dat voor jou? Ik had er heel erg veel motivatie voor om eraan te beginnen. En dat had natuurlijk ook te maken met het feit dat je van tevoren de beelden ziet van Italië. En ja, je voelde gewoon dat die golf eraan zat te komen. En zeker toen bijvoorbeeld heel Nederland ging applaudisseren, terwijl ik nog maar één patiënt, COVID-patiënt, op de IC had. En toch raakte dat me gek genoeg wel. Alhoewel ik dacht, dat applaus is nog niet gepast. Mm-hmm. Maar ik wist van, ja, er gaat iets komen. Dat voelde wel zo. Je vraag was, hoe was het op de piek van de crisis? Ja, dat was eigenlijk zo dat het voor mij als dokter niet echt rennen was en zweten, zoals misschien wel mensen denken. Maar ja, op de IC liggen al die patiënten, de meeste, 90% ligt dan onder narcose aan de beademingsmachine. Dus is het ook voor een deel afwachten en kijken waar of die patiënten zelf het virus klaren. Want heel veel aan medicatie konden we niet doen. Dus wanneer grijp je dan wel in? Nou ja, wat je probeert te doen is op een IC bij die COVID-19 patiënten is om ze zo goed mogelijk te ondersteunen in alle andere lichaamsfuncties. En als iemand 24 uur per dag ligt, deels op zijn buik, deels op de rug, dan zijn er heel veel complicaties die kunnen ontstaan. En dat kan zijn trombose, dus bloedstolsels ontstaan omdat iemand niet beweegt. Doorlichtplekken omdat iemand niet beweegt. En als je bijvoorbeeld de vullingstoestand niet goed onder controle heeft of er een blijvende infectie, dan kan er nierfalen ontstaan. Dus dat zijn allemaal dingen waar je op let terwijl iemand daar op de IC ligt. En Jetske, jij bent op heel veel missies geweest in Tjaad, Zuid-Soedan, Irak, Syrië, Congo, lees ik hier. Hoe was het voor jou om dan opeens in het Jeroen Bos ziekenhuis in Den Bosch te staan? Ja, het was heel bijzonder en heel interessant om voor het eerst dan wat we daar geleerd hebben en wat ik daar tegen ben gekomen, om dat te mogen gebruiken in Nederland. Ik heb niet met mijn voeten in de modder gestaan. Ik ben wel op de corona-afdeling geweest, maar daar waren wij niet mee bezig dat we daar waren. Ik was daar als arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde, zoals tropenarts officieel heet. En ik was daar ook niet namens MSF op dat moment. Maar ze hadden daar in Jeroen Bos bedacht dat wij hebben eigenlijk heel weinig ervaring met epidemieën. En wie hebben dat wel? Nou, dat zijn dus de tropenartsen. Dat is denk ik, het klopt denk ik ook gewoon wel dat we meer ervaring hebben met minder mensen, minder mogelijkheden. En hoe haal je dan, zorg je ervoor dat je toch de beste kwaliteit van zorg kan leveren? En kun je uitleggen wat dat dan is als je een voorbeeld hebt? Dus wat waren we hier niet gewend, wat jij meebracht, waardoor ze daar dachten, yes, dit, hier hebben we wat aan of hier kunnen we. Ja, nou, wat is stukje wat Jim eigenlijk net zegt, is dat ze niet eens heel veel konden doen voor hè? Er is geen medicijn voor COVID. En dat is helaas voor meerdere van de epidemieën waarmee we werken wel vaker zo. Dus ik heb met hepatitis E gewerkt. Dat is een leverontsteking. Daar kan je ook alleen ondersteuning geven aan de patiënt. En dan in zo goed mogelijke status houden dat ze het kunnen overleven. En dat is eigenlijk, dat vergelijkt meer met wat ze hier doen. En helaas zijn wij ook iets meer gewend aan dat er meerdere mensen overlijden. En ik denk dat ook een stukje is wat we in Nederland helemaal niet zo erg gewend zijn. Dat het er zoveel zijn en zo vaak gebeurt. En er komt ook een heel stukje voor het personeel, dat je ook naar de psychische gezondheid moet kijken van je personeel en hoe ze dat volhouden. En is dat ook, hoe bereid je personeel daarop voor? Is dat om van tevoren te zeggen van nou, zorg wel dat er straks psychosociale hulp is of wat? Ja, dus de begeleiding daarin, dat iedereen zijn ogen open houdt daarvoor. Dat je elkaar in de gaten houdt met wie je werkt en dat soort dingen. Om te kijken van, want meestal je naast de collega's ken je het beste. Dus dat die ook kijken en in de gaten houden wat er gebeurt. En dat zijn wij ook iets meer gewend, omdat wij leven en werken met een team. En we hebben natuurlijk ook vaak mensen zijn die het voor het eerst doen. En daar weten we van. Die hou je altijd een beetje extra in de gaten om te kijken of het allemaal goed gaat. Ja, dus je hebt wel echt het gevoel dat jij en jullie groep een toevoeging zijn geweest op wat hier nog miste qua kennis. Ik denk dat we gebruik moeten maken van alle kennis die er is. Ja. En dat het ligt soms ook buiten het ziekenhuis.
En Alwin, jij coördineert of coördineert een groep van verpleegkundigen. Hoe druk was het bij jullie op de afdeling? Het was heel druk, maar ook wel even een moment waarop je wacht totdat de eerste patiënten gaan komen. Dat is dan zo'n, ja, ook wel voor mensen een spannend moment, want je hebt natuurlijk alle beelden inmiddels wel gezien. En uiteindelijk, ja, op de piek zeker. Los van dat, Jim zei net al, dat het een bepaalde patiëntengroep is die natuurlijk daarin wel voor hetzelfde opgenomen is. Maar ja, de ene patiënt is er beter aan toe dan de andere patiënt. En voor verpleegkundigen geldt natuurlijk ook dat op een moment is die zorg wel toch redelijk identiek. Maar dat neemt niet weg dat je daar staat in helemaal in een pak wat heel warm is, dat je weinig pauzes hebt, weinig kunt eten, weinig kunt drinken, lange diensten, lange reeksen. En ook wel heel belangrijk, veel emoties, omdat er natuurlijk ook geen familie op de afdeling kon komen. En dus ook dat stukje ondersteuning, het zorgen voor elkaar, ook elkaar daarin in de gaten houden. Wij hebben ook vanaf begin af aan, zodra eigenlijk de eerste patiënten kwamen, hebben we ook direct peer support echt in grote mate opgezet. Met behulp van psychologie en de psychiatrische dienst. En met onze eigen peer supporters op de afdeling die trainingen daarvoor hebben gevolgd. En dat is ook wel heel goed gebleken. En dat is ook iets wat nu nog steeds een vervolg krijgt. Want het stopt niet nu de patiënten er weliswaar minder liggen. Maar de gevolgen die zijn misschien nu nog wel meer zichtbaar dan tijdens het crisismoment zelf. Dat merk je ook bij de mensen die jij aanstuurt. Ja. Op wat voor manier? Nou, dat mensen toch moeite hebben met slapen. Met dus echt wel slaapproblemen, kort lontje. Toch ook wel de emoties. Je hoort ook wel terug dat mensen flashbacks hebben op het moment dat ze aan het bed staan. Dit zijn beelden die je gewoon niet, die vergeet je niet meer. En daar word je toch nog steeds mee geconfronteerd, want je blijft in die omgeving werken. Ook al is het nu weliswaar wat afgenomen qua patiënten en qua COVID, zo het lijkt. Maar dat draag je wel met je mee. En je hebt nu pas tijd om ook te beseffen wat we eigenlijk met elkaar hebben gedaan. En waar we voor hebben gestaan. En dat heeft impact. Dus ook die zorg, niet alleen maar tijdens zo'n crisis, maar ook daarna moet je een goede infrastructuur hebben om dat op te kunnen vangen. Ook om mensen gewoon aan het werk te houden. Ja, en ook daarnaast natuurlijk, je weet niet precies wanneer het einde is. Dus misschien is het nu, misschien komt er weer piek. Maar had jij in het begin, of als je nu terugkijkt, heb je dan het gevoel gehad dat jullie als afdeling, dat jullie goed genoeg zijn voorbereid op wat er zou kunnen komen? Ja, voor zover je kunt spreken van hoe goed kun je je hier nou op voorbereiden. Want we hebben heel veel gaandeweg moeten leren. Wij hebben ons voordeel, denk ik, als Nederland wel kunnen doen. Ten aanzien van wat er in Italië natuurlijk en in China al aan de gang was. En we hebben natuurlijk ook contacten met die landen gehad. Dokters hebben intercollegiaal contact gehad. En dat geldt ook voor verpleegkundigen. Dus die kennis kun je meenemen. Maar dat neemt niet weg dat je toch gaandeweg moet ontdekken wat wel werkt, wat niet werkt. Het zij in de behandeling, het zij in de zorg voor deze patiënten, voor de familie, maar ook voor het team. En wat daar nodig is. Het is eigenlijk een normaliter zou je van tevoren, dan bedenk je een plan. En deels was er nu al wel een schets, een concept. Hè, van hoe denken wij dat we dit moeten gaan doen? Maar je weet het pas op het moment dat het zover is. En we hebben echt gaandeweg nog veel moeten leren en nog steeds. Mm-hmm. Ja. En dat intercollegiaal contact eigenlijk over grenzen, is dat iets wat al heel goed bestond of wat je dan nu echt heel goed hebt opgebouwd en waarvan je nu de waarde van inziet? Ik denk dat het er altijd al wel is. Hè. Er is altijd wel internationaal contact, het zij door congressen en dergelijke, maar ook gewoon de contacten die daaruit ontstaan. En we wisselen natuurlijk ook medische kennis en verpleegkundige kennis over de wereld uit. Maar wat hier wel heel duidelijk, wat mij daar zelf daarin is opgevallen, omdat je toch vrij dicht bij het vuur zit als je dingen moet gaan organiseren. En ik heb natuurlijk ook heel nauw contact met de medische staf. En we werken heel nauw samen, dat collega's uit zichzelf, ook uit Italië en uit China,
Vooral wilde delen wat zij hadden meegemaakt om ons ook te attenderen op wees voorbereid. Je zult daar en daar tegenaan lopen, zorg dat je dat geregeld hebt. En dat heeft ons natuurlijk wel geholpen, want dat hadden zij niet. En dat voordeel hebben wij wel gehad. Ja. Tim, heb jij op enig moment ergens een tekort aangehad? We hebben natuurlijk gehoord over de beschermingsmiddelen, aantal bedden, beademingsapparatuur. Hoe was dat bij jullie? Allereerst hadden wij geen tekort aan dokters in ieder geval. Mm-hmm. We hadden die juist extra. En dat was natuurlijk ook nodig. Maar er werden heel veel dokters van her en der verzameld om ook op de IC te komen werken die eigenlijk geen... wel of weinig of geen IC-ervaring hadden. Dus ik was ook wel een groot deel van de werkdag, of een deel in ieder geval, was ik bezig met bijvoorbeeld uitleggen van gewoon extra dingen over beademingsmachines aan bijvoorbeeld een kinderarts of een maagdarmleverarts die kwam helpen. Want dat was eigenlijk ideaal, want die kunnen natuurlijk ook heel veel dingen zoals medicatie voorschrijven en heel veel andere handelingen waar je niet specifiek voor doorgeleerd moet hebben op de IC. En die waren we ondertussen ook aan het trainen om dat soort dingen te behandelen. Maar dat zorgde er ook voor dat ik bijvoorbeeld minder dagen hoefde te werken dan dat ik normaal doe. Dus dat, ik was eigenlijk niet meer zo druk. Vrij dan normaal. Ja. Nou, ik was wel druk als ik op de IC was. Absoluut. Maar ik hoefde minder dagen te werken dan normaal. Ja. En hoe is dat nu dan? Nou, normaal werk ik 5 dagen in de week en toen 4. Ja. Maar dat... En ik denk ook wel dat het aansluit bij wat jij net hebt gezegd. Dat het die tijd was ook heel erg fijn om thuis bij te komen van die intensieve momenten. Want als ik een familie ging begeleiden bij het overlijden van iemand die zijn vader 3 weken niet gezien heeft en dan direct afscheid moet nemen. Dat is inderdaad waarbij ik op het moment dacht van nou, het gaat wel en ik heb het onder controle. En dan heb je een paar dagen vrij en dan merk je toch dat je inderdaad misschien die rust wel extra hard nodig hebt. Mm-hmm. Dus ik denk dat het aantrekken van extra troepen daar enorm bij heeft geholpen. En ook ervoor gezorgd dat ik niet met een burn-out na die crisis heb gezeten. Echt aan handschoenen, pakken, mondmaskers, daar hebben we geen tekort aan gedaan. Wat ik hebben geen tekort in gehad. Maar wat ik wel zag, was dat er steeds nieuwe maatregelen werden genomen om ook dat eindpunt waarop er inderdaad geen materiaal meer beschikbaar was, om dat uit te stellen. En dat was in de eerste instantie, we gaan mondmaskers recyclen. Ja, ik wist niet dat het kon. En, spatbrillen ook recyclen, dat deden we daarvoor nooit. Toen ineens moest je ook in de pauze moest je jas binnenste buiten ophangen, zodat je hem daarna weer aan de goede kant aan kon doen. Dat heeft ervoor gezorgd dat we in ieder geval niet zonder materialen hebben gezeten. Gelukkig niet. Nee. En wel best goed voorbereid, hoop dan. Ja, en ook bijgestuurd dus. Ja. Niet door mij, maar door... Het is wel spannend geweest, kan ik je wel vertellen. Ja, maar ik denk ook heel veel mensen erachter die meer aan de logistiek kant zitten, die keihard hebben gewerkt, denk ik, om genoeg maskers en alles binnen te halen. Want bij jullie, Alwin, was het wel spannend? Of dat, Het is vergelijkbaar. Ja. Gelukkig dat uiteindelijk ook, direct aan het bed... Natuurlijk merk je wel, en wat Jim ook beschrijft, van dat je op een gegeven moment je jas op een bepaalde manier moest ophangen, omdat je toch wat materiaal moest sparen om te zorgen dat je voldoende zou hebben. Het is fijn dat in ieder geval op de werkvloer dat minder merkbaar was. Dat er toch achter de schermen wel heel hard gebuffeld moest worden om te zorgen dat we uiteindelijk ook die materialen wel bleven houden. En ook daarbij een strenge controle en heel alert zijn op het krijgen van de goede materialen. Want er was natuurlijk op een gegeven moment een diversiteit aan wat we ook goed bedoeld kregen. Maar daar zat niet altijd de juiste kwaliteit tussen. Dus het is allemaal goed gegaan. We hebben niet het moment gehad dat we onbeschermd hebben moeten werken. Maar daar moesten we wel hard aan trekken. En ik denk, als je kijkt naar toch alvast iets zeggende over lessen. Nou, dat is een les die we wel hebben geleerd. Wij zullen nu qua bevoorrading, dat zal wel anders gaan in de toekomst. Ja.
En Jetske, ik noemde net al de missies waar jij bent geweest. Daar heb je meerdere virussen, pandemieën meegemaakt. Epidemieën. Kun je daar iets over vertellen? Ik had gehoord dat je bijvoorbeeld bij de in Tjaat was jij erbij toen de mazelen uitbraak begon. Hepatitis E. Ja, is dat vergelijkbaar of hoe kun je daar iets over vertellen? Nou ja, wat het lastig is met die epidemie is, het fijne is dat we iets meer weten over de ziektes, mm-hmm, en wat het inhoudt. En dat wisten we natuurlijk bij COVID niet en dat is gaandeweg ook ontdekt met hulp ook van andere landen, maar ook zeker hier in Nederland, dat er toch dingen misgingen. En dat is altijd het lastige. Als je dus, ik heb gewerkt met mazelen, cholera en hepatitis E, dat is dus een leverziekte, dan weten we wel wat het inhoudt. Wat heel erg vergelijkbaar is dat we vaak helemaal niet zo heel veel kunnen behalve ondersteuning geven. Mm-hmm. En kijken naar de verspreiding. En voor mazelen hebben we een vaccin, wat natuurlijk het veel makkelijker maakt. Mits je alle benodigdheden en alles hebt om ook werkelijk te gaan vaccineren op zo'n plek. Maar ja, het blijft altijd lastig. En het zijn wel landen met kwetsbare gezondheidssystemen, lijkt me, of in ieder geval meer dan Nederland. Ja, daar hadden we hadden net hiervoor al eventjes gesproken over deze tijd natuurlijk. Is dat waar we hiermee bezig zijn met flattening the curve. Dat de vraag is hoe effectief dat is in andere landen waar je überhaupt niet de beschikking hebt over IC-bedden. Of niet belangen na niet zoveel als hier. En vonden we dat we hier al wat weinig hadden. Maar ja, dus dat is denk ik een hele andere aanpak daar nodig dan dat we hier hebben gedaan. Ja, ook als je misschien straks wel naar Bangladesh gaat, wat in het begin nog niet zo, en nu lijkt het wel daar veel meer te zijn. Ben je daar bang voor, hoe je daar dan daarmee om moet gaan? Ik denk dat het pittig is, omdat we zo weinig kunnen. En dat is een van de dingen wat altijd moeilijk is in een missie, is dat je, als je zou weten dat je, als je dezelfde patiënt zou behandelen in Nederland, dat je veel meer zou kunnen doen voor een patiënt. Dus dat is lastig. Aan de andere kant geeft het vaak ook wel veel voldoening van wat je wel kan doen. En ik denk dat daar ook niet eens zo erg de nadruk. Ja, op COVID natuurlijk gaan we zorgen dat er zeep en water is en dat iedereen zijn handen kan wassen en dat soort dingen. Maar ik denk dat er ook heel veel aandacht moet zijn op de andere ziektes. Dus op zorgen dat de bevallingen veilig gaan en dat soort dingen niet gestopt worden daar. Om op die plekken minder ernstige dingen te voorkomen. Dus echt gezondheid in brede zin sterker maken. Ja. En Jim, als jij naar de afgelopen periode kijkt, wat is voor jou een goede les geweest? Waarvan je denkt van oké, dat ik kan natuurlijk een persoonlijke les, maar of een grotere les, want dat moeten we echt voor straks meenemen. Wat ik dus net zei, van dat het als je genoeg mensen kan verzamelen die mee kunnen helpen. Mm-hmm. En die functioneel op het IC, maar dat kan ook op een gewone corona-afdeling, kunnen meehelpen met die zorg. Dan kun je dus mensen die echt de essentiële beslissingen moeten maken, in dit geval intensivisten voornamelijk, of anesthesiologen die daar werkten. Die kun je daarmee ontlasten. En ik denk dat je daarmee ook een psychische belasting, in ieder geval stress, weghaalt. Ja. En ik denk dat als je eenmaal het kantelpunt bereikt dat mensen gaan uitvallen omdat het te zwaar wordt, ja, dan wordt het voor die groep die er is overgebleven, wordt het nog zwaarder. Dus dat lijkt me een situatie waar je niet wil belanden. En ik denk wat ik in ieder geval vanuit mijn ziekenhuis heb gezien, is dat binnen de artsen, want daar kan ik alleen voor spreken, is dat niet bereikt. En dat is voornamelijk gekomen door het op tijd aantrekken van extra hulptroepen. Ja. Ja. Ik wil eigenlijk even kijken of er vragen zijn in de zaal. Maar nog toch één vraag aan jullie. Of er iets is waarvan jullie vinden dat dat goed zou zijn, als dat toch nog nu eigenlijk urgent of acuut zou veranderen om dit in de toekomst te voorkomen. Is er nog iets waarvan jullie denken van, hé, wacht, dit hebben we nu niet genoemd en dat is wel iets wat we niet moeten vergeten? Ja, ik denk dat deze pandemie laat zien dat gezondheidszorg helaas niet binnen landsgrenzen blijft. Mm-hmm. En dat het echt, de globalisering er ook voor zorgt dat het echt overal is. En dat als wij hier in Nederland de gezondheidszorg goed willen houden, dat we ook echt moeten kijken naar hoe we de gezondheidszorg kunnen verbeteren in andere plekken. Ja, ja. Goede. Laten we even naar de zaal gaan. Of er vragen zijn voor jullie. Mijn collega Rogaya Sek heeft een corona-bestendige microfoon. Ik weet niet of er vragen zijn voor Alwin, Jetske of Jim.
Iemand heeft een vraag? Willen jullie zelf nog iets toevoegen? Is er iets waarvan jullie denken dat je, wat jullie nog willen meegeven? Nee. Nee, we hebben ik heb niks gemist. Dat is goed om te horen. Nou, goed, misschien wil ik nog wel één ding toevoegen. Dat er is laatst een protocol uitgekomen. Dat is door een aantal hoogleraren, maar ook medische ethici hebben daaraan meegewerkt aan een protocol voor als je toch in code zwart komt. En, code zwart voor als het weer heel erg wordt, of wat bedoel je? Ja, dus dat is als je op een bepaald moment heel veel intensive care behoeftige patiënten hebt, mm-hmm. waar je geen IC-bedden meer voor hebt. Dus dat je als dokter in dit geval in een penibele situatie komt, dat je moet kiezen tussen patiënt A en B. En ik werd daar als specialist in opleiding niet aan blootgesteld, aan die specifieke vraagstelling. En ga je iemand wel of niet nog opnemen op de IC? Maar ik had wel het gevoel, en dat is ook compleet in te leven wat mij betreft, dat mensen die daar wel op een gegeven moment die beslissing zouden moeten maken, dat die erg bang waren dat zo'n situatie zich voordoet. Omdat je natuurlijk altijd dan een hele moeilijke beslissing moet maken. En ik kan me voorstellen dat het erg prettig is dat zo'n protocol er is. En dat je niet altijd helemaal alleen voelt als arts om zo'n beslissing te maken. Maar dat je ook weet dat daar in wat rustiger vaarwater door specialisten, medische ethici en hoogleraren over is nagedacht. Ja. Dank. Ja. Mooie afsluiter. Neem plaats in het publiek. Een applaus voor de gasten. Bedankt. Dank jullie wel. En dan wil ik graag de volgende twee gasten uitnodigen. Directeur van Artsen zonder Grenzen, Nelke Manders. En Tweede Kamerlid voor de PvdA, Lilianne Ploemen. Hartelijk welkom beiden. Neem een glaasje water. Ga zitten. Dankjewel. Lilianne, hoe heb je geluisterd naar het gesprek hiervoor? Wat viel je op? Heb je nog iets nieuws gehoord? Of ik ben voor de Partij van de Arbeid ook de woordvoerder zorg. Ja, portefeuille en, zorg. Portefeuille zorg. En dus in de afgelopen maanden, als er kamerdebatten waren, mee voorbereid. En die voorbereiding was heel vaak mensen bellen, zoals jullie, om te horen wat gebeurt er nu van dag tot dag en hoe, wat kunnen we vanuit de politiek doen, wat moeten we aan het kabinet vragen, wat moeten we signaleren om te zorgen dat mensen hun werk kunnen blijven doen, dat de zorg goed blijft. Heeft u een voorbeeld van wat vanuit zo'n contact naar voren is gekomen? Zeker in de beginfase was het natuurlijk het gebrek, het tekort, het dreigende tekort, inderdaad, je noemde het zelf ook al aan hulpmiddelen, dus mondkapjes en beschermingsmiddelen. Vrijwel meteen ook al de zorg dat doordat er zoveel COVID-patiënten waren, de andere gezondheidszorg eigenlijk een beetje op slot ging. Dat had ook te maken met ons allemaal. Want als je een klein dingetje had, dacht je, nou, ik ga de huisarts maar even niet lastigvallen. Waar ook mensen die bang waren om te gaan, wat allemaal heel begrijpelijk is. En terugkijkend lijkt mij dat wel een van de lessen dat er toch beter getracht moet worden om die reguliere zorg door te kunnen laten gaan. En daarmee bedoel ik niet dat mensen in de zorg niet hard genoeg gewerkt hebben, want die hebben zich echt het vuur uit de sloffen gelopen. Maar het stelsel paste daar niet op. En wat ik nu hoor is dat daar nu ook wel over nagedacht wordt. En soms zijn dat hele praktische dingen, andere die eigenlijk gaandeweg de afgelopen maanden bedacht zijn. Verschillende ingangen, et cetera, die je nu eigenlijk, die veel ziekenhuizen gaan in een protocol gaan opschrijven. Zodat mocht er weer zoveel mensen op de IC terechtkomen en zoveel COVID-patiënten zijn, dat je dat eigenlijk ook meteen weer in gang kunt zetten. Dus, maar goed, wij hebben gevraagd aan de minister, kijk nou eens ook met externe deskundigen terug naar deze eerste 3 maanden. Mm-hmm. Welke lessen zijn er te leren? En die zijn er ongetwijfeld, want het heeft ons natuurlijk allemaal heel erg overvallen. En er zijn natuurlijk zoveel mensen zo ziek geweest en zoveel mensen overleden. Er zijn in Brabant natuurlijk dorpen die compleet verscheurd zijn door verdriet. Ja. Ja.
Ja, en een van de lessen is inderdaad dan die verloren zorg die je niet... Ja, nou, en daar zijn, zeg maar, daar zijn twee lessen uit te trekken, zou je kunnen zeggen. Dus ik ben zelf geen arts, dus ik heb daar ook geen enkele, ik pretendeer dat ook niet. Maar ik hoor en ik lees wel dat artsen zeggen, nou ja, misschien is een deel van die zorg was die we geven, was misschien ook niet zo nodig of niet in die vorm. Misschien hoeven mensen niet zo vaak naar de arts toe te komen, kan er veel meer digitaal. Ik denk, dus dat is wel een les. En de andere les is inderdaad dat ja, mensen met vrouwen met borstkanker, ja, dat stopt niet vanwege een COVID-pandemie. En dus het stilleggen van bevolkingsonderzoek draagt ook risico's in zich. Ja. Nelke Manders, directeur van Artsen zonder Grenzen. Artsen zonder Grenzen werkt al meer dan 40 jaar in, geloof ik, meer dan 70 landen bij het bestrijden van ziektes en bieden van hulp. Om even, wat ik net ook even terug te komen op die grootste titel die wij hebben van dit programma, Hoe stop je een pandemie? Wat is volgens u op dit moment nou het belangrijkst om deze pandemie te stoppen? Of in ieder geval om een poging daartoe te doen? Kleine vraag. Grote vraag. Kort antwoord. Ik denk dat heel veel mensen daar heel graag het antwoord op willen weten. Nee, en ik pretendeer ook niet dat antwoord te hebben, maar er zit wel iets in het woord samen. Ja. En nou, het werd net eerder al gezegd, het is een virus zonder grenzen. Jetske zei het ook al heel mooi. Ik denk dat iedereen zich ervan bewust is van hoe verbonden we zijn met elkaar. En dus iemand die niest in China kan ertoe leiden dat iemand in uiteindelijk Zuid-Amerika het virus krijgt. Dus wat het vraagt is dat we heel erg bewust met elkaar kijken hoe we de kwetsbaarheid wereldwijd kunnen aanpakken. En dat vraagt natuurlijk ook iets van een land als Nederland. Hè, dat je niet alleen maar kijkt van hoe zorgen we dat hier de mensen geen COVID krijgen. Dat is natuurlijk wel een beetje de reflex. Maar hoe ga je er juist voor zorgen dat je wereldwijd deze ziekte uitbandt? En wat jullie doen is ook over grenzen kijken. Maar Jetske zei net, ze zou eigenlijk naar Bangladesh gaan. Dat ging niet door. Hoe goed kunnen jullie nu nog je werk doen? Worden hulpgoederen wel, ja, bereiken die wel de bestemming? Lukt dat wel? Ja, het is super lastig. Dus we hebben 45.000 medewerkers in 70 landen werken. En mensen kunnen er niet naartoe. Extra mensen die we wilden sturen. En mensen kunnen er ook niet uit. Dus als je, net zoals Jetske, die was dan nu in Nederland, kan niet naar Bangladesh. Maar er zijn ook collega's die zitten in Bangladesh. Die zouden nu weer in Nederland hun artsenpraktijk voort gaan zetten. Kunnen niet terug. Dus je hebt dat probleem. En normaal gesproken hebben we een emergency, hebben we een noodsituatie in één land. En daar vlieg je dan je noodtroepen heen, gespecialiseerde mensen. Die zitten allemaal vast. Nou, en Jetske gaf net ook al aan van je wilt ook de bevoorrading natuurlijk in al die landen door laten gaan. En dat lukt nagenoeg niet. Het is heel erg lastig. Dus er zijn allemaal extra exportregelingen en beperkingen die gelden. Dus er werd al eerder even gesproken, je vroeg al over beschermende middelen, mondmaskers. Is daar een tekort aan geweest? Nee, niet hier in Nederland. Maar die druk voelden wij natuurlijk enorm. En dan kan je geen bevoorrading doen. Dus die paniek die wij hebben gevoeld, is groot. Nou, die ebt nu wat weg. Er zijn collega's die wereldwijd zich enorm hebben ingespannen om toch ook nog de nodige materialen te krijgen en die toch ter plekke nog te krijgen op tijd. Maar alles is nu lastiger. Mm-hmm. Alles. En heb je het gevoel dat de huidige politiek zich genoeg inspant om ook over grenzen te kijken? We hoorden net natuurlijk al dat mevrouw Ploemen daar een goed antwoord op gaf. En ik denk dat politici daar met elkaar natuurlijk ook wel de juiste dingen over zeggen. En tegelijkertijd voelen denk ik politici ook de druk om te zorgen voor eigen burgers. En daar zit gewoon een spanning tussen. En dat is heel logisch, dat is heel menselijk. Maar dat is natuurlijk wel iets waar wij als Artsen zonder Grenzen dan ook heel erg voor pleiten. En mevrouw Ploemen ook weer een brief sturen. En zeggen van, het is niet alleen Nederland. Dit vraagt om een wereldwijde aanpak. En mevrouw Ploemen is ook een van de personen die daar dan ook weer in meedenkt. Want je zegt, de politici zeggen de juiste dingen. Maar tegelijkertijd hebben jullie wel acuut dingen nodig die dus nu niet gebeuren. Is het dan niet zo dat ze juist de niet de goede dingen doen?
Ja, en dat, we hebben daar ook gesprekken over. Hè? Dus ik heb ook met minister Kaag gesproken. Want de EU heeft bijvoorbeeld allerlei exportbeperkingen opgelegd. Om die, bijvoorbeeld de maskers waar we het over hadden, om te zorgen dat die niet zo makkelijk Nederland uitgaan. Terwijl wij zeggen van ja, maar voor humanitair medisch werk wil je natuurlijk een uitzonderingssituatie. Ja. En dan zijn er zoveel regeltjes en beperkingen dat het juist nog moeilijker is dan voorheen om dat materiaal ter plekke te krijgen. En voor onze medewerkers is het niet alleen nodig voor COVID, maar ook voor tuberculosebestrijding en andere ziektes, hè, levensbedreigende ziektes. Dus ja, wij willen echt dat materiaal kunnen versturen. Maar ook bijvoorbeeld de reisbeperkingen. Mm-hmm. Dus er werd door de politie ook gezegd van goh, Nederland wil zich inzetten voor een humanitaire luchtbrug. Die we echt heel hard nodig hebben. Maar om dat voor elkaar te krijgen is dan toch weer heel moeilijk. Mm-hmm. Dus daar hebben we ook weer met minister Kaag over gesproken. Met Pieter Elbers van de KLM, onze blauwe trots. Die vliegtuigen staan daar geparkeerd, stof ze af, laat ze vliegen voor ons. Natuurlijk weten we ook dat het dan heel veel vraagt om ook nog in die landen waar we dan moeten landen, om het daar geregeld te krijgen, want de hele wereld ging natuurlijk op slot. Ja. Dus het is niet zo eenvoudig en gelukkig ben ik geen politicus en kan ik alleen maar tegen die politicus zeggen van doe uw werk alsjeblieft en help ons om toch dit humanitaire werk voor elkaar te krijgen. Ook niet alleen vanuit solidariteit, maar ook vanuit dat stukje gezond eigenbelang. Ja. Om dit virus de wereld uit te krijgen. Ja. Om die pandemie te stoppen. De voorzitter van de secretaris-generaal van de VN die zei, ja. wij zijn eigenlijk net zo sterk als het zwakste gezondheidssysteem in de wereld. Dus als 9 landen een goed gezondheidssysteem hebben en eentje is zwak, ja, dan zijn we eigenlijk allemaal zwak. Want ja. dat komt Precies. zo weer bij ons terecht. Hoe vindt u dat het huidige kabinet het doet op dit moment? Internationaal bedoel je? Ja. Kijk, nou, ik denk dat er is internationaal te weinig samengewerkt. Mm-hmm. Hè? Ik bedoel, mevrouw Manders zei het ook al, regeringen zijn geneigd, en dat is ook heel begrijpelijk, om toch eerst veilig te stellen dat de mensen in hun eigen land zoveel mogelijk beschermd worden tegen dat virus. Maar tegelijkertijd, juist omdat het geen grenzen kent, is samenwerking echt heel veel beter. En wat denk ik in ons eigen land, maar zeker ook in andere landen van de wereld, wat je eigenlijk zet het virus een vergrootglas op de bestaande ongelijkheid. Mm-hmm. Dus landen met een zwak gezondheidssysteem, die hebben het nu heel moeilijk. Maar eerlijk gezegd komen heel veel mensen nog niet eens toe aan te bedenken waarom is onze zorg zo slecht. Want die zijn door de lockdown, moeten ze binnenblijven. De informele economie ligt helemaal stil. Mensen hebben gewoon honger. Ik kreeg een filmpje van een kennis uit Malawi. Die een filmpje stuurde van haar straat, daar was een lockdown, waar jonge mensen gewoon naar buiten gingen en zeiden, wij moeten gewoon werken, we hebben gewoon honger, er is niks te eten. En dus gaat het niet alleen maar over wat kun je nu doen tijdens die pandemie, maar ook wat bouw je met elkaar op om elkaar te beschermen in tijden van rust. Ja. En dan moet je zeggen dat, de Wereldgezondheidsorganisatie is de hoeder van het internationale zorgsysteem. En die zijn ongewild. Ik doe echt niet mee met iedereen die voortdurend kritiek levert op de Wereldgezondheidsorganisatie. Die zijn ongewild natuurlijk verworden tot een politiek strijdtoneel tussen, laten we zeggen, de Verenigde Staten en China. En dat is natuurlijk wel heel treurig. Mm-hmm. En ik denk dat daar moet Nederland en de Europese Unie ook wel echt een rol in spelen. Hoe gaan we nu een volgende keer, wat kunnen we doen om het beter te coördineren? Ja. En wat we nu zullen krijgen is natuurlijk vaccin- en medicijnontwikkeling. Daar speelt eigenlijk precies dezelfde mechanismes. President Trump heeft nu de hele voorraad tot en met september van Remdesivir opgekocht. Dat is een medicijn dat, als ik het goed begrepen heb, de patiënten het zorgt ervoor dat patiënten minder lang op de intensive care hoeven te liggen.
Ja, er zijn natuurlijk allerlei manieren om dat tegen te gaan, om die instrumenten in te zetten. Nederland kan dwanglicenties inzetten, maar dat doen ze dan niet. En daar zie je dus dat, laten we zeggen, die farmaceutische industrie, de farmaceutische groothandels, die zeggen enerzijds mooie woorden, werken ook hard aan de ontwikkeling van een vaccin. Ik denk dat alle onderzoekers dat ook doen. Maar tegelijkertijd is dit dadelijk ook een verdienmodel. En dus moet je nu maatregelen nemen om dat te voorkomen. Ik wil zo even naar dat, later even naar dat vaccin toe. Ja. Maar u heeft het over opbouwen, hè, een basis leggen. Ja. U was zelf natuurlijk ook minister van 2012 tot 2017 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. U heeft twee epidemieën meegemaakt toen. Ja. MERS, geloof ik, en ebola in West-Afrika. Als u daar nou op terugkijkt, op wat voor manier heeft u nou toen een geprobeerd of een basis kunnen leggen voor nu? Daar zijn twee dingen. Ik denk ebola, daar gaat heel veel krediet naar de mensen in Sierra Leone en Liberia. En de landen die getroffen waren. En heel veel aan de internationale hulpverleners. Ik denk Artsen zonder Grenzen was daar zeker één van. Ik denk dat ebola iedereen liet zien dat er dus ziektes zijn die we niet onder controle hebben. De mazelen uitbraak is ernstig, maar er is een vaccin. Voor ebola tastte iedereen in het duister. Er gaat ook heel veel krediet naar landen als Congo die tientallen ebola-uitbraken, waarvan wij misschien wel hebben gehoord, maar andere mensen niet, allemaal in de kiem hebben kunnen smoren door, dat kunnen ze heel goed, door opsporen, testen. Ik denk dat wat we daarvan geleerd hebben, is dat de Wereldgezondheidsorganisatie, dat die er nooit een politiek strijdtoneel zou moeten zijn. En dat was het toen ook niet. En er zijn ongetwijfeld ook fouten gemaakt. Maar tegelijkertijd, kijk, als de Wereldgezondheidsorganisatie zegt, u heeft in uw land een epidemie en u moet uw grenzen sluiten, dan denkt een land als Sierra Leone, de grenzen sluiten? Waar moeten de mensen van leven? Mensen lopen voortdurend handel te drijven. We worden geïsoleerd en dat geeft ook enorme klappen. Dus je kunt wel zeggen, zorg en economie hebben niks met elkaar te maken. Maar zeker in arme landen is dat wel zo. Tweede is, vrouwen worden altijd harder getroffen door welke gezondheidscrisis dan ook. 2/3 van het zorgpersoneel zijn vrouwen, dat is overal ter wereld zo. De toegang voor vrouwen tot veilige abortus, tot anticonceptie, staat meteen onder druk bij dit soort zorgcrisis. Huiselijk geweld neemt toe. En wij hebben als Nederland daar tijdens ebola ook heel veel aandacht aan besteed. Zorgen dat vrouwen ook veilig kunnen zijn. Want er zijn altijd landen die, laten we zeggen, de apolitieke hulp willen verlenen. De bedden, de medicijnen. Er zijn niet zoveel landen die willen opstaan voor de rechten van vrouwen. En ik vind het heel belangrijk dat Nederland dat wel doet. Ja. En mevrouw Bloemen noemde meteen al Artsen zonder Grenzen bij die ebola-uitbraak. Jullie waren eigenlijk in 2014 een van de eerste organisaties die de noodklok luidde. Ja. Hadden jullie toen het gevoel, was er toen eigenlijk sprake van een Europese strategie om hiermee om te gaan? Of werd die toen opgebouwd? Nee, Artsen zonder Grenzen heeft zich toen ook wel van de daken geschreeuwd. Van hallo wereld, word wakker. Het is natuurlijk fantastisch om de complimenten te geven aan de landen die, hoe zij ermee omgaan. Maar hoe ga je om als je al geen geld hebt en je zit in de ellende en je krijgt er ebola overheen. En er is geen gezondheidssysteem, er is geen zorg en niemand komt helpen. Dus Artsen zonder Grenzen heeft toen zelfs, en dat doen we niet snel, hebben ook gezegd van, kunnen er misschien militairen komen om hier militaire eenheden die medisch getraind zijn om hier te komen helpen? Want er moet iets gebeuren. De Wereldgezondheidsorganisatie was toen ook laat. Hè, dat zien we dat nu allemaal anders is. Maar werd de wereld uiteindelijk wakker geschud? Nou ja, wat was natuurlijk heel pijnlijk. Mm-hmm. Wat er gebeurt is als een Amerikaan en iemand in Europa uiteindelijk ebola krijgt, Dan slaat het was iedereen niet zwakker. Ja, het was echt, en niets menselijks is ons vreemd, helaas. Ja. En met COVID ging dat wat sneller. Dus de hele wereld is wakker. Ja. En de hele wereld, alle regeringen pompen nu enorm veel geld in het vinden van vaccin.
Nou, daar gaan we het later over hebben, zei u. Maar nee, dus toen in die tijd met ebola was dat heel erg pijnlijk. En ik denk dat, ik hoop dat de wereld daar wat van heeft geleerd. Dus eigenlijk zegt u, toen is er niet een goede basis gelegd voor nu. Er is niet toen meteen op Europees of wereldlijk niveau in actie gekomen waar we nu dan weer iets aan zouden hebben. Nou, je ziet in ieder geval dat de Wereldgezondheidsorganisatie nu snel in actie is gekomen. En ik denk dat het niet te vergelijken is, doordat het bij ebola lang duurde voordat ebola Europa en Amerika bereikte. En nu COVID meteen over de wereld ging golven. Mm-hmm. Dus dat durf ik niet helemaal te vergelijken met elkaar. Laten we positief zijn. Ik hoop dat er toen een basis is gelegd. En het is natuurlijk wel belangrijk om terug te kijken, omdat je daarmee. Ja. Ik bedoel, we hebben het net over die gezondheidssystemen. Dat gebeurt natuurlijk niet van een nacht op een dag. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat het maanden of jaren duurt om dat in landen te versterken. Dus dat je wel die tijd nodig hebt om dat op te bouwen. En ik las ook een evaluatie. In de tijd van dat minister was er wat een informatie van evaluatie van buitenlandse zaken. En dat ging dan over de Nederlandse rol bij het bestrijden van epidemieën. En die evaluatie die stelde eigenlijk dat er een global health strategy nodig was was op dat moment. Dat was dan in 2015 die evaluatie. En dat die mondiale strategie voor gezondheid, dat die eigenlijk ontbrak. En daar kwam een reactie op. Van u toen, u was toen minister. Ja. En u zei toen eigenlijk die meerwaarde die zien we op dit moment nu niet in een strategie. In zo'n global health strategie. Of waarom was dat? Nou, het heeft met een paar dingen te maken. Ik denk dat het heel belangrijk is om samen te werken en te leren. Mm-hmm. Maar ik ben er niet van overtuigd dat pakken papier met strategieën altijd de oplossing bieden. Mm-hmm. Dus bij ebola reageerde de Wereldgezondheidsorganisatie laat. Nu zijn ze gelukkig op tijd. De Wereldgezondheidsorganisatie, laat ik het zo zeggen, ik geloof er meer in om ervoor te zorgen dat de Wereldgezondheidsorganisatie voldoende geld heeft om niet alleen maar de problemen waar we in de westerse wereld mee te maken hebben. Obesitas komt natuurlijk ook voor in ontwikkelingslanden, maar is toch vooral een probleem hier. Maar juist ook om te investeren in onderzoek, evaluaties rondom ziekte, epidemieën, pandemieën die wereldwijd kunnen toeslaan. Dus, en daar zit misschien nog wel iets. Laat ik daar ook scherp over zijn. Er is natuurlijk soms ook wel een verschil van inzicht over welke keuzes maak je waar je je geld aan besteedt als overheid. Er is wel een groep mensen die vindt dat, die noemen het ook projectjes, dat de inzet van Nederland op de bestrijding van HIV-AIDS, seksuele rechten van vrouwen, dat niet de juiste keuze is. En ik bestrijd dat. Denkt niet dat ten koste is gegaan, dus zoveel aandacht voor die seksuele en reproductieve rechten, dat ten koste is gegaan van de grotere mondiale strategie om. Kijk, het is heel simpel. Wat er ook gebeurt, of het een economische crisis is, een gezondheidscrisis, vrouwen zijn altijd het haasje. Er gaan elk jaar honderdduizenden vrouwen dood aan de gevolgen van onveilige abortus. Elk jaar sterven er honderdduizenden mensen nog aan HIV-AIDS. Als we die investeringen niet doen om mensen, laten we zeggen, niet alleen maar te ondersteunen gewoon in actuele zorg, maar hen ook te helpen in het krijgen van zeggenschap over hun eigen lichaam, dan kun je nog zoveel ziekenhuizen bouwen. Dan uiteindelijk kom je er niet. Je moet het alle twee doen. Maar de vraag is, moet je als land, welke keuze maak je? Je kunt niet alles doen. Dus als, en kan niet, zegt u. Nou ja, het kan als je heel veel middelen hebt. Maar kijk, nogmaals, er zijn niet zoveel landen die willen opkomen voor het recht voor veilige abortus. Dat doet Nederland wel. Er waren niet zoveel landen die wilden investeren in het bestrijden van de HIV-AIDS-pandemie. Want het ging over seks, dat is toch een beetje eng en een beetje vies. Nederland heeft daar altijd het voortouw in genomen. Dus ook, ik spreek ook namens mijn voorgangers. Ik vind het een beetje een valse tegenstelling, moet ik je eerlijk zeggen. Omdat ik vind dat als je investeert in bijvoorbeeld een vaccin voor HIV-AIDS, daar komt heel veel spin-off van. Als je ervoor zorgt dat mensen met HIV
hun medicijnen, dat dat bereikbaar is, omdat er een koelkastje ergens is of een mobiele kliniek, dan is die er ook voor andere mensen. Maar andersom is het niet altijd zo. Hè? Dus vergeet niet, ik bedoel, in de eerste jaren HIV-patiënten konden echt nergens terecht. Vergeet niet, in heel veel landen kunnen vrouwen nog steeds nergens terecht voor een veilige abortus. Dus ik ben er een beetje fel op, omdat het een... Ik vind dat het, je moet het erover hebben, maar het leidt af van het echte probleem. Namelijk dat regeringen wereldwijd veel te weinig investeren in gezondheidszorg. Het leidt af van het probleem wat we echt moeten oplossen. En dat gaat ook heel erg over ongelijkheid. Ongelijkheid gaat ook over toegang tot gezondheidszorg. En als je zorg krijgt waar alleen maar mensen toegang toe kunnen krijgen die... daar een eigen bijdrage aan kunnen betalen, of die in de stad wonen, of die geen vrouw zijn, of die geen HIV hebben, dan is dat niet de gezondheidszorg die je zou moeten hebben. Dus ik zou zeggen, laten Bill Gates van deze wereld en de Amerikanen investeren in infrastructuur en heel goed als landen van als Nederland ook een ander perspectief op die zorg inzetten. En vergis je niet, het gaat ook in Nederland om veel geld hoor. Ja, ik wil toch nog even, want ik denk dat het goed is dat u daar fel bent, want het is heel belangrijk wat u noemt. Tegelijkertijd noemt u ook de woorden breed. Is het niet juist belangrijker, zou het niet juist belangrijker zijn geweest als we toen al breed hadden geïnvesteerd in die gezondheidssystemen? Maar het is, kijk, als je kijkt naar, ik heb die getallen niet paraat hoor, maar die kan vast iemand in de zaal wel even googlen. Het is echt niet zo dat er in de afgelopen 30, 40 jaar door de internationale gemeenschap niet geïnvesteerd is in gezondheidssystemen. Ik bedoel, Artsen zonder Grenzen doen noodhulp, maar jullie willen ook niet alleen een hospitaal vaak neerzetten voor een crisissituatie, maar ook dat, niet alleen voor de vluchtelingen, maar ook voor mensen die er altijd al wonen. Maar dat heeft nog niet geleid tot dat er in alle landen een heel goed gezondheidssysteem is. Het is soms ook in landen zelf een enorm gevecht om voldoende middelen naar de zorg te krijgen. Omdat er natuurlijk ook altijd andere begrotingsposten zijn. Dus je kan niet zeggen, los nog van Nederland of Europa, er is echt best wel veel geïnvesteerd in wat mensen dan basisgezondheidszorg noemen. En mijn pleidooi is, die basisgezondheidszorg is niet vanzelf voor iedereen even toegankelijk. Dankjewel. Vindt u dat er genoeg wordt geïnvesteerd in echt een sterke mondiale gezondheidszorg op dit moment? Of dat dat echt nog een beetje op de grond moet komen? Het is natuurlijk het pijnlijke feit dat Artsen zonder Grenzen bijna 50 jaar bestaat en alleen nog maar meer nodig is dan ooit. Mm-hmm. Dus we zien wereldwijd dat er hele zwakke gezondheidssystemen zijn. En met zo'n pandemie voelen we dat ook wereldwijd. En wordt daar wellicht de schijnwerper wat meer op gezet. Dat je geen IC-bedden hebt op die plekken waar Jetske ook werkte, waar collega's in de zaal hier gewerkt hebben en ik gewerkt heb. Dat is natuurlijk uitermate pijnlijk. Het antwoord op de vraag is nee, er wordt niet genoeg geïnvesteerd in gezondheidssystemen. En ja, er moet absoluut geïnvesteerd ook worden in vrouwen, et cetera. Maar tegelijkertijd hebben we het net over, het thema van deze avond, hoe stop je een pandemie? Dat vraagt om een gezondheidssysteem. Dat vraagt om mensen die getraind zijn, zoals hier in de vorige ronde, mensen die aan tafel kunnen zitten en kunnen vertellen, hoe doe je dat nu? Hoe ondersteun je mensen? Dat vraagt over... Dus nee, er is niet voldoende geïnvesteerd in de gezondheidssystemen wereldwijd. We zien dat allerlei landen hun ontwikkelingsbudget ook terugbrengen. Dat zijn keuzes die wij als burgers maken voor politici die wij kiezen. Dus daar zit ik niet als directeur van Artsen zonder Grenzen, maar als Nelke Manders maak ik een keuze door te kijken naar welke partij investeert waarin en wat vind ik goed. Nou, daarin zie je dat in Nederland dat budget is teruggebracht en dat vind ik heel erg jammer. Ja. Zeg ik als Nelke Manders. Vindt u dat ook jammer? Ja, ik vind het is verschrikkelijk. Ja. En dat dreigt nu natuurlijk een bezuiniging, omdat het gekoppeld is, het budget voor ontwikkelingssamenwerking, aan het bruto nationaal product. We gaan natuurlijk in Nederland ook moeilijke tijden tegemoet, dus dat daalt. De coalitiepartijen hebben een advies gevraagd aan de adviesraad voor internationale vraagstukken een aantal weken geleden. Wat zou Nederland nou moeten doen, hè, qua investering?
En die hebben aanbevolen om een 1 miljard extra te bestemmen, specifiek voor Afrika. En daar is nog steeds geen besluit over genomen. Ik lees in de krant dat ze daarover ruzieën. Dat is natuurlijk wel erg, omdat, wat ik net zei, juist zo'n pandemie legt gewoon de bestaande ongelijkheid keihard bloot. En natuurlijk mag je het hebben over verlicht eigenbelang, dat vind ik ook belangrijk. Maar tegelijkertijd, er zijn straks miljoenen meer mensen die honger hebben. Alle doelstellingen die de wereld zichzelf had gesteld, hè, als het gaat om betere zorg, het terugdringen van kindersterfte, het terugdringen van honger. Al die doelstellingen, we waren best wel een eindje op streek, maar die staan nu enorm onder druk. En dat is wel heel erg. En wat ik hoor ook, is dat natuurlijk landen, kijk, je krijgt natuurlijk ook in de manier waarop geld besteed wordt, krijg je verschuivingen. Er gaat een heel veel budget wordt nu ergens anders weggehaald om als een antwoord op de pandemie te kunnen dienen. En dat is ook niet altijd de bedoeling. Dus ook dat onderhoudt eigenlijk bestaande ongelijkheden, omdat allerlei andere programma's dan nu stopgezet worden. En dat is natuurlijk wel heel treurig. En ook daar zou Europa, denk ik, ook wel een wat assertievere houding in aan moeten nemen. Er wordt geïnvesteerd, maar ik denk dat het goed was geweest om toch ook te kijken of je niet gezamenlijk, zoals met ebola bijvoorbeeld gedaan is, laten we nou allemaal iets bij elkaar zetten en dan daar een stevige financiële hulp kunnen bieden. Dat blijft allemaal toch wel wat achter. Dus ik hoop van harte dat het kabinet, kijk, dat 1 miljard... Wopke Hoekstra heeft gezegd dat hij hele diepe zakken heeft. En die kunnen er niet alleen maar zijn voor KLM. Die moeten er ook echt zijn voor de armste mensen. Ja, zo simpel is het. Ja. Nou ja, en ook in wat u... Sorry. Ik hoor je ook zeggen van laat Bill Gates investeren in de infrastructuur. En dan is er gelukkig een Artsen zonder Grenzen. Maar wij krijgen geld van mensen zoals u en ik, hoop ik. Ja, zo is het. Ja. Niet van regeringen. Nee. Dus het is interessant om gewoon te luisteren naar hoe de tijdsgeest nu dus in één keer verwacht van filantropen en van burgers, dat zij een infrastructuur wereldwijd helpen opzetten. En daar moeten we over nadenken. Dat is het enige wat ik nog even wil zeggen. Wie is er volgens u dan aan zet? Nou, je zou toch hopen, wij betalen als burgers belastinggeld. We zeggen met elkaar dat eigenlijk het hele simpele feit is dat we wereldwijd op zijn minst een minimaal gezondheidssysteem moeten hebben. Dan denk ik van waar betalen we belastinggeld voor? Hè? Dat we dat toch met elkaar doen. U zegt daarbij de overheid? Ja, daar betalen we belastinggeld voor. En mensen in ontwikkelingslanden betalen daar ook belasting voor, zeg ik altijd maar. Want daar is ook gewoon een btw. En ook daar moeten misschien andere keuzes gemaakt worden. Misschien nog even over Bill Gates. Bill Gates heeft echt miljarden in de gezondheidszorg geïnvesteerd. Met name, juist waar we het hier over hebben, in terugdringen van polio, van malaria, vaccinontwikkeling. En er valt vast om alles over Bill Gates te zeggen. Maar er zijn ook heel veel mensen die zoveel geld hebben als hij, die er niks aan doen. En wat hij, waarom ik hem wel zeg maar wil noemen, is omdat juist hij zich juist geconformeerd heeft aan de strategieën van de Wereldgezondheidsorganisatie. Je hebt ook mensen die denken, nou, ik ga polio eens terugdringen, ga eens even kijken hoe ik dat kan doen. Maar juist hij heeft zich daaraan geconformeerd. En ik denk, ik ben er een groot voorstander voor dat wij allemaal ook de Wereldgezondheidsorganisatie gewoon meer in positie brengen. Ook om de kaders uit te zetten waarbinnen dat zou moeten. Onze eigen regeringen op te roepen. Maar nogmaals, ook de burgers in Malawi zijn gewoon boos op hun eigen regering. Want die betalen ook belasting en krijgen er te weinig zorg voor terug. En als we even naar het vaccin gaan. Ja. Er wordt nu veelbeloofde resultaten komen vanuit de Oxford Universiteit. Het is een Amerikaans-Duits project waar goede resultaten lijken te komen. De Franse president Macron die zei, als er een vaccin komt, dan zal dat niet onderhevig zijn aan marktwerking. Gelooft u dat? Nou, nee, ik geloof dat hij dat in alle oprechtheid zegt. Maar dan moeten er een paar acties ondernomen worden. Hè? Dus, wat zijn de 3 acties die moeten worden ondernomen? Ten eerste, er is door een aantal landen is er wat men noemt een patentpool opgericht. Dus alle beschikbare kennis die komt in een pool en is daarmee dan voor
iedereen beschikbaar. De COVID-19-pool. De COVID-19-pool. Ja. Nederland heeft zich daar ook bereid toe verklaard. Hoe dat er nou in de praktijk precies uitziet en wat Nederland in die pool doet, ik moet je eerlijk zeggen, daar heb ik nog niet zoveel van gezien. Dus die pool die moet echt gebruikt worden. Twee, er moeten, als er publiek geld in de investering van een vaccin gaat, kan dat dan niet ertoe leiden dat de winsten daarvan alleen maar naar de farmaceut toe gaan. Want dat is ons belastinggeld, daar betalen we dan dadelijk dubbel voor, zeg maar. En als ik ons belastinggeld bedoel, ik ook de mensen in Malawi weer. En drie, er zijn allerlei manieren om onwillige farmaceutische bedrijven te dwingen om patenten te delen, af te staan, om ervoor te zorgen dat, dat je het monopolie op productie doorbreekt. Nederland weigert dat tot nu toe in te zetten. Dat vind ik heel teleurstellend. Daar heb ik de afgelopen 2 weken hard aan gewerkt, maar geen meerderheid voor gekregen. Ik leg het kort even uit. Remdesivir is dus een middel wat wellicht verlichting zou kunnen geven. Trump heeft alle voorraden opgekocht. Er is een manier, dat heet een dwanglicentie, om het bedrijf te dwingen. Door Nederland kan het bedrijf dwingen om de receptuur af te staan. En dan kan Nederland een ander bedrijf hier in Nederland vragen om te produceren. Ja. Er is één probleem met die dwanglicentie. Die moet worden afgegeven door de minister van Economische Zaken. En ik heb ervoor gepleit dat ook de minister van Zorg daar iets over te zeggen heeft. Geen meerderheid voor gekregen. Het blijft gewoon een rechtskabinet natuurlijk. Ik vind dat wel heel teleurstellend, omdat ik denk dat het een enorme voorbeeldfunctie ook zou hebben als een land als Nederland zo'n middel, zo'n dwanglicentie zou inzetten. Want het zendt de boodschap uit: wij werken heel graag samen met jullie farmaceutische industrie. Jullie mogen er ook best aan verdienen. Ik denk dat iedereen dat best wel begrijpt, want zij investeren er ook in. Maar het kan niet zo zijn dat je over de ruggen van mensen geld verdient. Er is nu een farmaceutische groothandel in Nederland die dreigt om de voorraden af te bouwen, zodat er schaarste ontstaat. Dus kunstmatig gecreëerde schaarste, zodat de prijzen omhoog gaan. Dat is onze premie, is Nederland. En dat is echt wel tamelijk schandalig. Dus ik heb nu, ik vind dat de Nederlandse regering daar te veel laat afweten. Er zijn meer manieren om de industrie te disciplineren en vervolgens dan ook op een goede manier samen te werken. Dat kan natuurlijk best. En Nederland zit nog natuurlijk in Europees verband. Ik las dat de Europese Commissie nu bezig is met allerlei vaccins opkopen, zodat die op het Europese continent verdeeld kunnen worden. Maar dan hebben we het nog niet eens gehad over de meest kwetsbare landen waar jullie misschien werken. Bent u bang dat zij misschien, dat zij waarschijnlijk niet, geen toegang zullen hebben tot dat vaccin wat er straks komt? Ja, dat is waar mevrouw Ploem het ook over heeft. Hè. Je wilt natuurlijk dat er een vaccin komt. Mm-hmm. Daar zijn we hartstikke blij mee dat daar veel in geïnvesteerd wordt. En ik onderstreep wat mevrouw Ploem ook zegt. Je wilt dat als je nu belastinggeld daarin stopt, volgens mij heeft Nederland ook weer 192 miljoen net overgemaakt. Ja, ja. Dan wil je dat voor die 192 miljoen belastingcenten, dat daar voorwaarden aan gesteld worden. Dat als de pharma die dat geld krijgt om die ontwikkeling van vaccins te doen, als die een vaccin ook daadwerkelijk vinden, dat ze dat, nou, wij zeggen in eerste instantie tegen kostprijs. U bent wat coulanter, u zegt ze mogen er best wat aan verdienen. Wij zeggen in eerste instantie tegen kostprijs. Betekent ook dat je dan inzichtelijk moet maken wat je productie heeft gekost. En dan inderdaad geen patent daarop leggen. Dat is essentieel. Dus stel die voorwaarden als regering, ga door met dit pleidooi, mevrouw Ploemen, want dit is, moet gebeuren. Wat wij willen is dat iedereen natuurlijk zo snel mogelijk toegang heeft tot zo'n vaccin. En dat het beschikbaar wordt, toegankelijk wordt en betaalbaar is voor iedereen. En we begrijpen ook natuurlijk dat die productie niet meteen voldoende zal zijn voor de hele wereld. Maar dan zul je ook moeten nadenken, weer vanuit die gedachte van we zijn met elkaar verbonden. Mm-hmm. Waar zitten de kwetsbare plekken? Hoe wil je een pandemie stoppen? Maar zegt u dan dat als er een vaccin komt, dat het juist niet meteen per se naar Nederland zou moeten gaan, maar een ander kwetsbaar gebied waar het veel erger is? Daar heb je experts voor. Die als dus inderdaad de wereldleiders zichzelf het doel zouden stellen om de pandemie zo snel mogelijk te stoppen en zoveel mogelijk mensenlevens te redden,
dan komt daar gegarandeerd een ander antwoord uit dan dat nu het antwoord is van iedere wereldleider. Helaas. En we weten ook dat er leiders zijn in deze wereld die niet aan de tafel zitten om hierover mee te praten. Hoe dit vaccin, wat dadelijk op de markt komt, toegankelijk te maken voor de meest kwetsbare plekken op de wereld. Dus de stemmen die eigenlijk het hardst gehoord zouden moeten worden, zitten vaak niet aan tafel. Dus daar proberen wij als Artsen zonder Grenzen een rol in te spelen om dat pleidooi toch ook aan de tafels te houden. Maar daar moeten wij hier ook en alle mensen die kijken, moeten we ons voor inzetten. Dus nu dat geld wat wereldwijd vrijgemaakt wordt, ons belastinggeld wereldwijd, wat vrijgemaakt wordt om te investeren in zo'n vaccin, in medicatie, eis van onze politici dat ze daar die voorwaarden aan stellen. En zou het niet een idee zijn dat de rijke landen juist meer betalen voor dat vaccin en de middeninkomenslanden de kostprijs zeker. En de kwetsbaarste landen dat die het eigenlijk gratis krijgen? Nee, daar zou je zeker aan kunnen denken. En dat wordt nu natuurlijk ook wel gedaan. Hè? Dus laten we zeggen, ik weet even alleen maar de afkorting, maar misschien weet mevrouw Manners de hele Gavi. Dat is zeg maar een alliantie, eigenlijk een inkoopcombinatie van ontwikkelingslanden voor vaccins. Die hebben dat soort deals bijvoorbeeld voor mazelen en poliovaccins kunnen maken met de farmaceutische industrie. Waardoor je inderdaad ook prijsdifferentiatie krijgt. Dat is één van de manieren. Maar ik denk dat waar wij ons nu zorgen over maken is, zat men maar met elkaar aan tafel om verschillende scenario's door te spreken. Maar het is nog wel heel erg ieder voor zich. En, daarom, ze zitten wel aan tafel, maar ze gaan vanuit hun eigen belang. Want op zich, op Europees verband, gebeurt er wel wat. Nu is wel, verschillende Europese landen zeggen wel dat de investeringen die zij doen, je zei het zelf ook al, president Macron heeft dat ook gezegd, dat die er echt ook toe moeten dienen dat het vaccin voor iedereen bereikbaar wordt. Ik zou zeggen, dat gaat niet vanzelf lukken. Dat alleen maar zo te zeggen, leidt niet tot dat resultaat. En dus zou je kunnen voorstellen dat je toch ook een bijeenkomst, een topbijeenkomst van leiders belegt en zegt, wat is nu de stand van zaken? Welke vaccins zijn veelbelovend? Moeten we prioriteren? Hoe zorgen we dat iedereen inderdaad toegang krijgt tot dat vaccin? Hoe zorgen we dat straks de vaccinatiecampagnes goed zijn? Hoe zorgen we ervoor dat mensen goede informatie krijgen, zodat al die spookverhalen niet kunnen ontstaan? Dus daar is echt wel, ik vind dat men daar, maar goed, weet je, mensen zijn ook politici, mensen in de zorg zijn allemaal zo bezig nu en heel terecht en begrijpelijk met hoe kunnen we zorgen dat we deze pandemie controleren. Maar ik zou zeggen, zeker in de Europese landen waar het nu allemaal wat meer onder controle lijkt, neem het initiatief, ga bij elkaar zitten. Niet alleen maar met Europa, maar wereldwijd. Hoe gaan we dit nu doen? Ja, want ik wou zeggen, waar zit die crux van de samenwerking? Op welk niveau? Is dat Europa? Is dat tussen farmaceuten en overheden? Zijn dat NGO's met, weet je, of op alle lagen? Waar zit? Ja, dat moet allemaal. En daar zijn ook best structuren voor. Want het is natuurlijk niet de eerste keer dat er gepraat wordt over vaccinontwikkeling. Wereldleiders komen ook bij elkaar in de G7 om over de G20 om over de economie te praten. Er zijn conferenties om na te denken hoe kunnen we conflicten met elkaar oplossen. Dus ik zou zeggen, ga bij elkaar zitten. De Wereldgezondheidsorganisatie kan dat denk ik uitstekend faciliteren. Die zullen vast ook wel dat soort initiatieven aan het exploreren zijn. Maar het moet juist, er moet juist door leiders de boodschap worden uitgedragen, wij doen dit voor elkaar en we doen het samen. En als er een vaccin is, dan is dat er straks voor iedereen. En op het moment dat dat de boodschap is, dan, weet je, dan kan je ook druk zetten op overheden die onwillig zijn, farmaceutische bedrijven die er niet zo'n zin in hebben. En dan is dat ook voor onderzoekers, lijkt mij, een prachtig om daarvan deel uit te kunnen maken. Hè? Om te zorgen dat iedereen straks een vaccin heeft. Ja, dan moet natuurlijk wel die wereldlijke blik er wel zijn. Ja, ja. Ik wil zo eventjes naar het publiek, maar ik heb nog even een laatste vraag. Als u kijkt naar de toekomst en dan vooral natuurlijk vanuit Artsen zonder Grenzen, het werk wat jullie nu doen, waar hoopt u op? Nou, ik hoop natuurlijk als dat Jetske dadelijk op het vliegtuig stapt naar Bangladesh,
dat ze het nieuws krijgt dat er een vaccin is ontwikkeld. Mm-hmm. En dat we de mooie initiatieven die er nu al zijn, ook door de Europese Commissie opgezet met 162 landen, organisaties, om te investeren in die ontwikkeling van zo'n vaccin, maar ook medicatie en de hele logistiek daarvan. Dat ze inderdaad zo slim zijn geweest om die voorwaarden te stellen waar we het net over hadden. En dat er binnen no time een paar vluchten zijn met medicijnen en vaccinaties. Waar Jetske dan met al onze collega's, maar zeker ook met alle gezondheidsmedewerkers wereldwijd. En ervoor zorgen dat die kwetsbaren ook minder kwetsbaar zijn. En dat we met elkaar deze pandemie de wereld uit kunnen helpen. Dat is wat ik hoop. Ja, nou jullie doen in ieder geval keihard jullie best. Keihard, ja. Dat kan je zeker zeggen. Nee, het is een voorrecht om 45.000 collega's te hebben die, terwijl wij hier zitten te praten, zich helemaal uit de naad werken. Met name ook voor die gezondheidszorg die gewoon door moet gaan. Hè? Levensreddende zorg. Want COVID, nou, u zei het ook al, mensen die geen eten hebben, maken zich eigenlijk niet eens zo'n zorgen over COVID. Die maken zich zorgen dat ze geen eten hebben. Of een vrouw die een moeilijke bevalling heeft, die maakt zich zorgen of ze wel naar een gezondheidskliniek kan zonder besmet te raken. Ja. Dus die zorg moet doorgaan en dat gebeurt ook. Weer opnieuw, niet alleen door mijn fantastische collega's, maar door gezondheidsmedewerkers wereldwijd. En we zagen in de vorige ronde een paar mooie mensen aan tafel. Dank u wel, dank jullie wel. Zijn er vragen uit de zaal voor Nelke Manders of Lilianne Ploemen? Dingen die jullie hebben gemist of waar jullie nieuwsgierig naar zijn? Ik krijg meer en meer het gevoel dat we in een soort tegenstelling zitten. Aan de andere kant een heel goed iets, Nederland. We doen het eigenlijk fantastisch. Solidariteit top, nationaal kabinet 90 miljard hop. We trekken het eruit. Zorgverzekeraars stoppen hun reserves erin. Iedereen gaat samenwerken. Eén brok positivisme. Hè? Eigenlijk doen we het solidariteit nationaal. Het kan niet beter. En er staat wel lijnrecht tegenover internationale solidariteit. Niente nada. 1 miljard vragen we op die 90 miljard. Het kabinet komt er niet eens mee af. De solidariteit gaat niet verder dan onze grens. Zelfs voor Europa. Dan zeggen we zijn één Europa. Nou, we zijn het dus niet. Want we gaan niet voor Italië. We gaan niet voor Spanje staan. Wat maakt het toch dat we aan de ene kant zo'n fantastische solidariteit krijgen in Nederland, waar iedereen trots op is. En het moment dat het internationaal wordt, brokkelt het af. En dan kun je zeggen, ik ben het helemaal eens met Lilian, het is het moment, je gaat eerst voor je eigen mensen staan. Maar nu zijn we 3 maanden verder en dat is voorbij. En nu? Het is voorbij. En nu verwacht je. En je hebt ook nog eens een pandemie waarvan je kan zeggen, de oplossing ligt buiten. En toch gebeurt het niet. We zijn wereldburger, hè? Globalisering, we kopen alles van de hele wereld. Je zou toch niet kunnen zeggen dat we niet meer verbonden zijn met elkaar? Ja. We zijn juist in deze tijd. Wat maakt die internationale solidariteit zo verrekte moeilijk? Over grenzen kijken lukt toch niet voor iedereen. Wat is uw antwoord hierop? Ja, het is natuurlijk een hele goede vraag die denk ik ons allen bezighoudt. Kijk, 1 miljard is best veel geld. Maar we besteden nu heel erg veel geld aan de zorg, aan de economie. En dat is ook heel erg goed. En ik vind het gewoon wel een beetje beschamend dat er nu dus al 3 of 4 weken, ik weet niet precies hoe lang, geruzied wordt over die 1 miljard. Omdat, kijk, je zou juist willen dat ook een land als Nederland. Kijk, we hebben zelf natuurlijk ook enorm geworsteld met corona en nog. We hebben het verdriet gezien van mensen. We hebben gezien hoe ook ons zorgstelsel, en daar hebben we allemaal denk ik van geleerd, het is een harde les, piept en kraakt. En ja, ik begrijp ook niet waarom het dan niet, waarom niet gekozen wordt voor solidariteit. Je kan echt ook een verhaal maken, hoor, dat het uit eigen belang is, kan ik ook vertellen. Daar heb ik eigenlijk nu gewoon helemaal geen zin in. Mm-hmm. Want ik vind dat het echt uit solidariteit moet. Ja. Wat bij jullie is dat heel erg aanwezig, zou ik zeggen, internationale solidariteit. Wat zou hun antwoord hierop hebben? Nee, het is, zoals ik naar de vraag luister, is het een vraag voor ook burgers die politici kiezen en politici die hier een antwoord op moeten formuleren.
Kijk, wat ik. En als directeur van Artsen zonder Grenzen nemen wij geen overheidsgeld aan. Dat is een bewuste keuze geweest. En krijgen wij donaties van burgers wereldwijd. En daar zie je een enorme solidariteit. Dus dat is weer hartverwarmend dat burgers in feite dan dus rechtstreeks aan Artsen zonder Grenzen geld geven. Om toch uitdrukking te geven aan het besef dat er hulp nodig is op ook al die plekken. Maar het is natuurlijk een beetje de omgekeerde wereld. En daar ben ik een beetje bang voor. Daarom haalde ik dat ook aan eerder in het gesprek. Van dat we naar een wereld toe gaan waarin we verwachten dat burgers dus belasting betalen, maar ook in feite dan als het extra hard nodig is, via organisaties als Artsen zonder Grenzen een oplossing gaan zoeken. Wij zijn er natuurlijk heel erg blij mee. Maar we hopen toch ook dat met name overheden hun verantwoordelijkheid hierin nemen. Maar een mooie vraag. Is er nog iemand met een vraag vooraan? Ja, hallo, mijn naam is Hanna, arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde en opleiding. Ik heb een vraag voor mevrouw Ploumen. Het is namelijk zo, u heeft het over kwetsbare groepen, hè, en dat we die moeten ondersteunen, samenwerken. Maar ook binnen de grens van Europa zijn er nog steeds kwetsbare groepen die niet goed worden geholpen vanuit de Europese Unie. Zoals bijvoorbeeld Camoria in Griekenland. Ja. Ik was benieuwd wat uw ideeën daarover zijn, hoe zij wel geholpen kunnen worden, ook door de Europese Unie. Ja. En want zij zijn zeker ook at risk voor... Ja. Corona. Zij zitten opgesloten in een kamp. Ja, hoe moeten we ze helpen? Ja, ja, we hebben daar. Er zijn in de Tweede Kamer ook best wel debatten over geweest. Hè? Wat kunnen we. Wat moet er gedaan worden om mensen die. Nou, bijvoorbeeld in vluchtelingenkampen. Te beschermen? De situatie in Moria is verschrikkelijk. We hebben het voorstel gedaan en heel veel gemeentes hebben dat ondersteund om kwetsbare kinderen, kinderen die alleen zijn, op te vangen in Nederland. Daar hebben we vannacht om 4 uur hebben we daarover gestemd. En het heeft gewoon geen meerderheid gekregen. En als we vragen stellen over de situatie in Moria, en Moria is natuurlijk niet de enige kamp waar het niet goed gaat. Kijk, dus het antwoord wat we krijgen is, en dat is ook zo, hè? Ik bedoel, we worden niet voor het lab gehouden of zo, maar dus Europa en Nederland ook zeggen geld te investeren, met name via de Griekse overheid. Alleen moeten we constateren dat de afgelopen jaren dat blijkbaar niet de goede strategie was. Want ondanks dat er geld vrijgemaakt is, is de situatie daar niet verbeterd. De belofte dat mensen beoordeeld zouden kunnen, dat hun individuele situatie beoordeeld wordt en dat dan bekeken wordt of ze dan bijvoorbeeld in Europa opgevangen kunnen worden door een land, die belofte is gewoon niet waargemaakt. Er zijn te veel Europese landen die daar gewoon niet aan mee willen werken. En dat is heel erg bitter. Ja. Nelke, wil je het toevoegen? Jullie werken daar ook toch? Ja, mijn medewerkers die zijn daar. En dit is natuurlijk zo'n... Dus dank je dat je die vraag stelde. Het is zo'n pijnlijke situatie. En het is een symptoom van een afschuwelijke ziekte. En dat is een ziekte die ervoor zorgt dat mensen die vluchten uit oorlogsgebieden of voor ellende, armoede, dat die vastkomen te zitten in Libië, in detentiecentra. Ja. Dat als ze dan kunnen vluchten en ze weten een bootje te krijgen, niet te krijgen, dan moeten ze natuurlijk mensensmokkelaars voor betalen. Ja. En ze gaan de Middellandse Zee op. En dan worden ze door de Libische kustwacht teruggebracht naar diezelfde afschuwelijke detentiecentra. Ik ben daar geweest in een soort van... alsof je teruggaat in de tijd van de slavenhandel. Hè, als je een geschiedenisboek openslaat, afschuwelijk. Mensen die verdrinken in onze eigen Middellandse Zee, hè, waar ik vroeger ging surfen. Dat gaat nu al jaar in jaar uit zo. Dan zijn er mensen die aangekomen zijn op Griekenland. Die worden met 35.000 mensen in Moria in zo'n vluchtelingenkamp gestopt, waar je maximaal 3.000 mensen kan huisvesten. De lockdown voor het vluchtelingenkamp gaat nu door, terwijl het in Griekenland voor de burgers en de toeristen opengesteld is. Maar de mensen in Moria die daar slecht aan toe zijn,
waar kinderen zelfmoordpogingen doen. Waar we al jaar in jaar uit roepen van Europa, dit kan niet. Daar krijgen we dus niet voor elkaar. Dan krijgen we het niet voor elkaar dat, we met, dat dit verandert. En dan krijgen we niet eens voor elkaar dat er een paar kinderen die geen ouders meer hebben, gewoon hier naartoe kunnen komen. Ja. Ik vind het zo hartverscheurend en zo moeilijk te begrijpen. Ik heb me altijd afgevraagd van als je kijkt naar als kind en ik kreeg geschiedenisles. En ik las over afschuwelijke dingen, dacht ik van hoe zou ik nou gereageerd hebben als ik in die situatie was? Deze situatie die we in Europa hebben gecreëerd, waar Artsen zonder Grenzen dus ook door besloten heeft in 2017 om geen geld meer van Europese overheden te accepteren. Door de Turkije en de deal met Turkije. Deze situatie die komt in de geschiedenisboeken. En dat mag je uitleggen aan kinderen en kleinkinderen. Waarom je daarbij stond en naar keek. Ik vind het zo schrijnend. Ja. Zo schrijnend. En dat is de werkelijkheid van vandaag. En ja, dat is niet alleen dat we boos naar onze politici moeten kijken. Het is ook gewoon naar onszelf als burger. Wat doe je daaraan? Welke politicus stem je? Spreek je hierover uit? Teken je petities? Teken je zo'n petitie zodat een stemming vannacht anders had uitgepakt? Ja, het is hier om de hoek. Zelfs om de hoek, in Griekenland op mooie jaar laten we dit gebeuren. Ik vind het echt, niet dat het de Rohingya's in Bangladesh, maar dan kan ik me nog iets bij voorstellen dat als mensen zich minder snel herkennen in beelden, dat wellicht wat afstand oproept. Maar het is, nogmaals, ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Ja, het is toch de politieke wil die dan ontbreekt. Want als hij er was, zou je zeggen dat ze zoveel... Om zoveel mensen gaat niet, dat zou je best kunnen verdelen, maar het is er dus toch niet. Ja, en politieke wil, wanneer beweegt een politicus? Mm-hmm. Een politicus beweegt als de bevolking, als de burger zegt dat ze vinden dat de politicus een andere beslissing moet nemen. Dus laten wij met elkaar ook het niet afschuiven op alleen de politici, maar laten we ook naar onszelf kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze ons horen. Mm-hmm. En dat we een ander beleid hierop willen. Mm-hmm. Dat we een menselijk beleid willen. Dat we een beleid willen waarin mensen het recht hebben om te vluchten voor oorlog, voor geweld, voor mishandeling. Mm-hmm. Je had het over de vrouwen. Die zijn daar extra kwetsbaar in. Als wij willen dat mensenrechten gerespecteerd worden. Als we willen dat het oorlogsrecht gerespecteerd wordt. Nou, laten we als Europa, die hier het hoog in het vaandel heeft staan, Nederland, Den Haag, het paradepaardje voor het internationale recht. Laten wij dan toch als vooraan staan om dat recht te laten zegevieren in deze schrijnende omstandigheden. En ik schaam me gewoon. Ik schaam me gewoon dat ik onderdeel ben nu van de situatie waarin weggekeken wordt. En ik vraag me ook af, we hebben hele discussies binnen Artsen zonder Grenzen. Van op welke manier moeten wij het verhaal vertellen dat er geluisterd wordt? Ik weet het gewoon niet. En dat is, tegelijkertijd is de situatie zoals die is en die is onacceptabel. Zo wat... pessimistisch einde, zo voel ik. Ja, is er nog een positieve noot vanuit het publiek? Het is ook verschrikkelijk dat in welk gesprek daar ook over gevoerd wordt. In Europa, tussen landen. Die wil niet bewegen, want die vindt dat die te weinig doet. Die zegt, ja, jij moet eerst wat doen en dan doe ik misschien wat. Er zijn landen die zeggen, ik heb er sowieso niks mee te maken. En deze kinderen, ja, het zijn gewoon een paar schoolklassen. Hè? Er zijn heel veel gemeenten in Nederland die zeggen, wij willen best een schoolklas extra. En we hebben de opvang ook al geregeld. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om die mensen, maar om het hele migratiesysteem, zou ik zeggen. Wat je dan, natuurlijk. Dus dat is weer een hele andere... Natuurlijk. Ja. Maar zelfs kinderen die daar zijn zonder ouders, gewoon kleine kinderen ook, zelfs die kinderen krijgen geen thuis. Ja.
Maar het mooie is dus inderdaad wel, als we toch naar de silver lining aan het zoeken zijn. Ja. Laatste woord. Ja, dat is waar. En dat probeerde je ook hard. Ja. Waar die gemeentes, dat vind ik dan weer hartverwarmend. Ja. Dat wereldwijd zie je eigenlijk dat burgemeesters ook zeggen van, maar hier ben je wel welkom. Ja. Ja. En burgers die de straat op gaan en zeggen van, en hier ben je wel welkom. Of die het ook op een andere manier proberen te regelen. Dus dat, gelukkig zijn er heel veel mensen die het wel anders willen. Dus laten we ons daarop richten en met elkaar ook het verhaal blijven vertellen. En zorgen dat we ook beseffen dat we daar zelf iets in kunnen betekenen. Mm-hmm. Dus als we allemaal denken van, nou, het heeft toch geen zin. Ja, maar dat is sowieso niet waar. Dus dat is absoluut niet waar. Nee. Dus laten we met elkaar inderdaad het verhaal vertellen, stemmen. De straat op. De straat op. Nou ja, we moeten doen wat er nodig is. Ik sluit het hierbij af. Dank Lilianne Ploemen. Dank Nelke Manders voor jullie inzicht, voor jullie betrokkenheid. En ik wil ook de eerste gesprekstafel bedanken. Jim, Alwin en Jetske. Dank voor jullie openheid en jullie verhalen. En ik hoop jullie allemaal de volgende keer hier te zien. En ook de kijkers thuis. Graag tot een volgende keer. Een hele fijne avond.